tafel 2 en tafel 4 zijn nou bezet. Dat is een bezettingsgraad van nog geen 20%. Dat is echt veel te weinig hoor, voor een donderdag. Trek wel weer bij. Het is een beetje komkommertijd. Ja, het moet niet te lang duren. Twee Hollandse biefstuk, tafel 4. Hoe wil je ze hebben? Medium? Nee, doe ze maar zoals ze op de bank staan. Hè? Rood. Dat u gesmaakt heeft, want ik had het ook met alle liefde klaargemaakt. En ik hoop dat u nog eens terugkomt, hè? Dag. Dag. Hij heeft een oogje op je. Ik weet niet wat het is, maar het is zo doods daarbinnen. Hè? Het is helemaal niet gezellig als er zo weinig mensen zitten. Nou, ik denk dat ik het weet. Wat? Hoe het komt dat het zo slecht loopt de laatste tijd? Ja, dat is gewoon de tijd van het jaar. Ja, de tijd van het jaar? Ja. Eten de mensen minder in februari? Nou, ja, waar zou het anders door komen? Nou, we hebben het er vanavond wel over. Maar ik weet het wel. Hoezo vanavond? Nou, als we klaar zijn. Nou, waarom dan pas? Nou ja, het ligt nogal precair. Hè? Oh ja? Hoezo precair? Voor wie? Ja, vraag nog maar niet verder. Maar... Nou ja, sorry hoor, maar jij begint erover. Nou, wil dat dan zeggen dat jij erover door mag blijven zeuren? Huh? Is dit voor tafel 6? Ja. Okay. Sorry hoor, maar jij komt binnen en je zegt ik weet waar het is en dan wil je het opeens niet zeggen. Nee. Het heeft gewoon te maken met de manier waarop jij... Huh? Nou ja, ik bedoel, waarop wij... Nou ja, we hebben het er vanavond over. Wat is dit nou weer? Waarom zeg je het niet gewoon? Ik denk dat ik weet waardoor het komt. Wat? Nou ja, dat het de laatste tijd zo weinig mensen zijn in de zaak. Het komt omdat het een vicieuze cirkel is. Kijk, er zitten weinig mensen, dus het is ongezellig. Een paar mensen komen dus nooit meer terug, waardoor het weer ongezelliger wordt. Dus, dan komen er nog minder mensen, waardoor het weer ongezelliger wordt, nou ja, et cetera, et cetera. Nee hoor, dat is het niet. Er zou wat meer leven in de brouwerij moeten komen. Zang en dans, levende muziek. Nee, dat gaat er niet. Een zangeres of zo. Nee, ba, nee zeg. Nou ja, zanger dan. Daar gaat het niet om, dat is het niet. Ja, maar waar gaat het dan wel om? Jij zei dat je het wist. Nou, laten we het er morgen maar eventjes over hebben, hè? Nee, je zei vanavond. Ja, ja, ik ben moe. Nou, je kunt er toch over praten? Waarom moet je daar zo geheimzinnig over doen? Ja, omdat jij kwaad wordt, hoor, als ik het zeg. Oh ja? Ja? Goh, wat interessant zeg. Een heel klein beetje kwaad of heel erg, heel echt, vreselijk ziedend des duivels? Nou, ik denk het laatste. Oh. Oh. Een bordengooiertje dus. Ja, denk het wel, ja. Nou, dan maak je me wel echt nieuwsgierig. Nou ja, we doen het morgen wel, hè? Nee, we doen het nu, want anders vrees ik dat ik vannacht uit nieuwsgierigheid geen oog dicht doe. Ja, maar als ik het wel vertel, ben ik bang dat er vannacht ook heel weinig geslapen zal gaan worden. Voor de draad ermee, kom op! Ik ben bang dat jij het, dat wij het zijn. Jij en ik, bedoel ik. Hoezo, wij? Nou ja, ik denk dat we ons gewoon een beetje anders zullen moeten gaan gedragen. Hoe anders? Ja, ik ben bang dat de meeste mensen het gewoon niet zo fijn vinden dat als de kok, hè, aan hun tafeltje komt en dan meteen zo vreselijk van... Ja, blaag! Ja, blijf staan, blijf staan. Je blijft op de plekje staan. Je verroert geen vind. Ik begin te begrijpen welke kant je uit wil. En ik denk ook dat je gelijk hebt als je zegt dat ik hierop ietsje minder uitbundig positief zou kunnen reageren. Kom. Ga verder. Als je het al begrijpt, dan hoef ik helemaal niet verder te gaan. Nee, vertel of ik gooi meteen. Nou, het komt er gewoon op neer... Dat, dat,
dat, nou, en dat geldt net zo goed voor mij, hoor, als voor jou. Het komt er gewoon op neer dat we ons gewoon een beetje mannelijker zullen moeten gaan gedragen. Dat zal de klandizie zeker ten goede komen. Ietsje mannelijker? Hoe is dat? Ja, de meeste mensen die houden gewoon niet van dat softe. Die krijgen daar kriebels van in hun knieën. En aangezien het niet lekker eten is met kriebels in je knieën, dan gaan ze ergens anders eten. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Nou, bij het Nationale Ballet zijn het ook geen truckchauffeurs, hoor. En daar zit het altijd aardig vol. Ja, het Nationale Ballet, maar daar kom je ook niet om te eten. Nou, ik heb je anders vaak genoeg zien smullen van die strakke majootjes. Ja. Je begrijpt heel goed wat ik bedoel, hè? Ik ben wie ik ben, oké? Je mag ook blijven wie je bent als je je maar anders gaat gedragen. Tegen welke muur wil je hem hebben? Lucien, doe nu niet zo flauw. Ik bedoel, je kan het gewoon een paar dagen proberen. Nou, wat moet ik proberen? De macho uithangen? Ik zou niet eens weten hoe dat moet. Dat is gewoon een kwestie van een beetje anders bewegen, een beetje anders praten en dat soort dingen. Oh ja, hoe is dat dan? Nou ja, dan moet je gewoon een beetje meer lopen. Een beetje meer zo praten. Alsjeblieft, zeg al, hoop, doe niet zo belachelijk. Net alsof jij mij voor kunt doen hoe ik mannelijk zou kunnen lopen. Nou, oké. Dan doe ik het niet voor als je het maar doet. Nee, ik zou niet weten hoe. Nee, dan ga je op cursus. Ik ben wel gek, zeg. Nou, in ieder geval niet bij jou. Nou, vraag het voor mij part aan Frits. Hè, die kan je op dat gebied ook nog wel wat leren. Nee, niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Wacht. We kunnen het proberen. Maar dan proberen we ook iets anders. Wat dan? Ja, zang en dans, levende muziek. Godverdamme! Jawel, daar houden de mensen van. Dat kost geld. Nee, hoeft niet. We kunnen het ook presenteren als een soort open podium voor jonge beginnende talenten. Nou ja, als jij dat gratis kan regelen, dan vind ik het best. Oké, maar dan doen we het allebei, hè? Ja. Dan zien we wel wat voor effect het heeft. Oké. Ja, maar hoe weten we dan welke methode werkt? Ja, nou hou ik een enquête onder de bezoekers. Ik zal morgen wel even de vragen opstellen, oké? Oké, heel goed. Ja. Hey shit, zeg. Nou blijven die borden nog heel. Ja. Caro, ik wou al heel lang van die lelijke dingen af. Kun je nog niet iets vreselijk, lelijks, ontzettend lulligs tegen me zeggen? Ga nou eens op met dat hysterische gezeik over die borden, zeg. Dank je, truffel! Moet je mij hebben? Hey, ja. Nou, je weet dat Caro vindt dat we de laatste tijd niet zo goed lopen, hè? Oh, ik loop best lekker, hoor. Hey, het restaurant. Oh. Ja. En Karel denkt natuurlijk dat het door allerlei rare dingen komt. Maar dat komt omdat Kareltje niet commercieel denkt. Kijk, net zoals bij de televisie, hè, daar werken ze met kijkcijfers. Zo zou je ook in een restaurant moeten werken. Oh, dus de vreetcijfers. Ja, precies, de vreetcijfers. Vraag, hebben de vreetcijfers iets te maken met de kwaliteit van het eten? Antwoord, nee. Vraag, wat beïnvloedt dan de vreetcijfers? Antwoord, spektakel, sensatie, show, dat willen de mensen. Mm. Dus ik heb een muzikale attractie nodig, help me even. Ja, en het moeten jonge, debuterende mensen zijn, want het mag natuurlijk geen cent kosten. Oh, nou dan moeten Frits en ik het maar doen. Meen je dat? Zouden jullie dat kunnen? Nou, misschien wel, waarom niet? Hé, hey Frits, kindje, je komt als geroepen. We hebben een wereldidee. Nou, vertel maar. Wat dacht je ervan om samen met mij een zangduo te beginnen? Ja. Een zangduo? Ja, dat brengt leven in de brouwerij. Daar komen de piepeltjes op af. Nou, nee. Nee, dat lijkt me helemaal geen goed idee, hoor. Nee. Wat moeten we zingen dan? Nou, allerlei populaire liedjes. Nederpop. Nederpop? Ja, het eigen tijds Nederlandse chanson in een vlotte sound. Afgeblust met een sausje van commercie, met een snufje tederheid en een teentje humor. Oh, het Wilhelmus. Nee. Gewoon het alle 13 shit standaard repertoire voor lufkappeltjes. Ja, de duiven op de dam, vergeet in de mien. Of, het zijn de kleine dingen die je doen. Die je doen. Van Saskia en Jeze. Ja, of breng die rozen naar Leo. Weet je, van Ronnie Tober. Ja, of we schrijven zelf een leuk eentje. Oh, en jij denkt dat dan ook nog een beetje klinkt? Tuurlijk klinkt dat. De naam heb ik al. François et Françoise. Oh, en dan ben jij zeker Françoise? Ja, of jij, dat maakt mij niet uit. Waarom niet gewoon Frits en Dirkje? Nee, dat klinkt niet. Wacht. Dirk en Dirkje, dat klinkt wel. Oh ja, dat is mooi. Dat is lekker Hollands. Dirk en Dirkje? Ja. Dus dan ben ik Dirk? Je mag ook Dirkje zijn, dat maakt mij niet uit. Dirk en Dirk. En dan wou je in het restaurant gaan optreden? Ja. Voor mensen die zitten te kijken? Ja.
Nee, doe ik niet. Absoluut niet. Ah, Frits! Nee, geen denken aan. Nee, oh, Frits, je nee kan toch... doe ik niet. Nooit, never, niet. Nee, vergeet het maar. Nou, dat is ook jammer. Ik had ons al helemaal zien staan. Ik in zo'n blote jurk zo'n beetje tegen jou aanhangen. Vanavond eerst optreden? Goed, luister. Ten eerste, als je een vrouw ziet en ze is jonger dan, zeg, 50, 55 jaar. Eerste wat je dan doet, is met je ogen haar lichaam inspecteren. Dat kan heel snel. Zo even, hup, via de borsten, langs de onderbuik. Je neemt even de bovenbenen mee en hup, zo door naar het achtergedeelte. He? Als je dat een beetje oefent, nou, dan kun je dat in een fractie van een seconde. Ja, ja, nee, dat ken ik wel, ja. Maar dan moet ik me alleen even op concentreren dat ik het nu dus bij vrouwen doe. Ja, en vergeet dat niet, hoor. Vergeet dat niet, want vrouwen merken dat onmiddellijk als een man dat doet. Als ze een knoopje hebben openstaan, hè, of meerdere, dan moet je van allerlei dingen verzinnen om erin te kunnen kijken. Hè? Dus bijvoorbeeld iets zo oprapen, weet je wel, ongeveer. Of juist zo overbuigen, et cetera, et cetera, et cetera. Goed, ten tweede, het lopen. Lucien, loop jij eens even een stukje. Hè? Wat? Een stukje lopen? Waarheen? Nou, gewoon naar de kapstok op en neer zo. Nou, doe maar, zeg. Moet je ook meteen van die letters neerhangen. Net als bij de manege. Van H naar G en dan terug naar H. Ja, dat is een probleem. Ja, 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 ik zie het ook, hoor. Wat? Ja, hoe jij loopt, hè? Zeg, ik loop heel goed, hè? Ik heb gedanst. Ja, nou, daar heb je het al. Dat bedoel ik dus. Nee, ik loop gewoon elegant. Elegant. Dus uit den boze. Elegantie is een ramp. Ja, ja, nee, dat is echt niet goed, hoor. We hebben het over echte mannen, hè? Echte mannen lopen als aardappelzakken. Je moet een beetje meer waggelen, zo. Je moet er een beetje meer moeite mee hebben, hè? Alsof je met 9 zakken patat in je body ergens heen gaat waar je niet heen wil. Doe jij dat nou eens, Lucien? Wat? 9 zakken patat? Met. Belachelijk. Kom op. Ja, ja, ja. Ja, het is iets beter, maar het blijft een danser. Ja, maar wat is daar nou op tegen? We willen juist geen danser. Ook niet zo'n moderne danser. En ook niet iemand die het net in zijn broek heeft gedaan. En wij willen een echte vent. Nou, is toch te belachelijk voor woorden. Ook al zou ik lelijk lopen, wat ik niet doe. Ook al zou ik lelijk lopen, ik ben hier ingehuurd om te koken en niet om rond te lopen als een bootwerker. Tja, nou ja, in de horeca ben je helemaal van alles tegelijk, hè? Ja, kok en pispaal. Doe jij het eens. Loop jij eens een stukje. Ja, ik heb vanochtend een beetje geoefend, hè? Aansteller. Ja, 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 dat is goed, ja. Het is nog een beetje nadrukkelijk, hè? Het is nu een beetje Arnold Schwarzenegger op Zandvoort, zou ik maar zeggen, hè? Maar goed, dat slijt wel. Ja, het gaat ook niet zozeer om mij, hoor. Maar... Nee, het is absoluut, ja, nou... Lucien, let je wel een beetje op, hè? Afspraak is afspraak. Nou ja, dag! Nee, zitten blijven, mond houden en opletten, hè? Wat is het volgende? De spraak. Hoe zit het met de spraak? Belangrijk. Spraak. Ja, hoe zit het met jullie thee? Toch niet al te nichterig, mag ik hopen. Thee. Mijn thee is heel goed. Ontzettend mannelijk. Nou, daar zou ik maar een beetje op letten als ik jou was. Dus het soort taalgebruik is dan ook wel belangrijk, hè? Je moet een beetje populaire woorden gebruiken. Een beetje bekakt is ook nooit weg. Verdomd lollig. Ja, dat hè? Wat? Verdomd lollig. Wat is dat? Dat is positief. Dat iets goed is. Ja, hé, hey, wat dacht jij dan? Nou ja, mag ik nou gaan? Nee, er is vast nog wel meer. Even denken. Ja, je kan natuurlijk zo nu en dan een boer laten. Of een wind of zo. Dat is nooit weg. Wat heb je nog meer? Sport, voetbal en zo? Tuurlijk. Sport. Je moet een beetje de sport volgen. En dan natuurlijk niet het kunstschaatsen, hè, maar inderdaad voetbal, motorsport, boksen, dat ja, soort dingen. Ja. Ik heb vanochtend al de bijlage gekregen, de sportbijlage van maandag.
Dus ik weet er nu alles van, hè? De eredivisie en de eerste divisie en zo. Goh, is dat bij het leger? Nee, dat is voetbal. Goh. Nee, maar dat is goed. Als je daar iets over zegt, is altijd goed. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook bepaalde dingen die je nooit moet zeggen, hè, Lucien? Nee, nee. Je gaat natuurlijk niet uitvoerig zitten praten over dat je net zo'n heerlijk oude toiletje hebt. Of dat je net zo'n schattig nieuw bakkertje hebt ontdekt. Dat doe je dus niet. En ook weer over recepten en over eten nee, en zo. Nee, 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 nee. Ja, hallo zeg, ik ga niet de tafeltjes langs om de waterstanden door te geven. Hè? Ik ben kok en mensen willen na afloop met mij over het eten praten. Ja, dat is natuurlijk ook wel waar. Hè? Ja, maar het gaat om de toon waarop. Hè? En het soort woorden wat je gebruikt, dat geldt algemeen natuurlijk. Ja, ja. Vanaf nu vinden we dus bijvoorbeeld niets meer enig of zalig. Laat staan dolletjes en fijne mans en zo. Dat kan dus allemaal niet meer. Nou, zei ik toch al nooit. Nou. Nee! Kijk, je moet gewoon een beetje zo praten van dat je verdomd goed je best hebt gedaan. Hè? En dat het een hele klus is, dat koken. En dat je zelf ook wel vond dat het enigszins te vereten was. Hè? Vuistregel is verder dat je als echte man op een harde, ongeïnteresseerde manier praat als het tegen je eigen vrouw is. Kortaf, hè? Telegramstijl. Ja, goed, dat geldt dus niet voor ons. Precies. En tegen andere vrouwen, als ze mooi zijn tenminste, hè, praat je juist te hard en te enthousiast. En maak je ook voortdurend allerlei toespelingen in wat je zegt. Ah. Oh ja, dat is ook heel belangrijk. Dus, zij bestelt iets en ze zegt, nou, de canard à l'orange lijkt mij wel lekker. Hè? Dan zeg jij dus, ja? Nou, ik weet nog wel iets anders dat ik lekker vind. Ja, dat kan, ja. Zie je, ik begin het door te krijgen. Nou, het kan misschien nog iets subtieler, maar oké. Okay. Ja, kan ik nou gaan, want ik heb dat oude hoer van jullie helemaal niet nodig, want ik doe namelijk nooit nichterig. Nooit! Au revoir! Wat voor jurk doe je nou aan? Heb je dat al uitgezocht? Ja, ik denk die zwarte van Oud en Nieuw. Die is hoor. Die is hoog gesloten. Jij zei een blote jurk. Hij heeft toch een blote rug? Nou, wat heb ik nou aan een blote rug? Met zo'n jurk kan je toch niet optreden als zangeres? Juist wel, want hij zit helemaal niet strak. Nee, precies. Hij zit helemaal niet strak. Ja, dat is toch juist goed voor de ademhaling? Wat heeft ademhaling nou met zingen te maken? Jij moet een strakke, laag uitgesneden jurk hebben dat je veel tiet ziet. Wat denk je nou? Wat hebben we afgesproken? Nee, we hebben afgesproken dat ik een blote. Ja, nee, nee, nou ineens terugkrabbelen. Dat is laf, zeg. Als je zo begint, dan doe ik niet mee, hoor. Het gaat er toch om dat we mooi zingen? Dat de mensen naar ons luisteren? Ja, maar jij denkt toch niet dat de luistercijfers ook maar iets te maken hebben met of wij mooi of lelijk zingen? Het gaat erom hoe we eruit zien. Hoe jij eruit ziet. Mijn oom Quarles, die heeft zo'n tegeltje op de wc hangen. Hoe ronder en bloter derrière en tiet, hoe sneller en groter carrière in het verschiet. En dat is trouwens, dat is nog niet eens het belangrijkste. Nee, wat dan? Zonder zo'n jurk doe ik het niet. Hoewel, zonder zo'n jurk. Nou, joh, we bekijken het dan nog wel eventjes. Laten we nog een keertje repeteren, hè? Ik weet het niet hoor, die tweede stem. Nou, kom op, het is het voicemail. Ik kan het niet, ik moet het niet doen. Ah joh, je moet even door de eerste keer heen. Maar als het een succes is, dan kunnen we misschien ieder weekend optreden. Ieder weekend? Mijn god, ik doe het niet. Hé, nou dan gaan ze misschien nog wel uitbreiden. Dan wordt het een soort Moulin Rouge. Lijkt je dat niet leuk, hè? Met allemaal van die blote dansmeiden. Blote dansmeiden? Mijn liefde is diep als de oceaan. Enquêteformulier restaurant in de Vlaamse pot. Vraag 1. Hoe vindt u de bediening? Vraag 2. Hoe vindt u het eten? Vraag 3. Hoe vindt u de verlichting? Afwisselende woordkeus, hè? Als het maar duidelijk is. Vraag 4. Hoe vindt u het optreden van Dirk en Dirkje? Vraag 5. Heeft u nog opmerkingen? Oh, is dat alles? Ja, is toch genoeg? Moet er niet bij. Vraag 6. Hoe vindt u dat de kok loopt? Volgens mij moet je er trouwens multiple choice van maken, hoor. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Vraag. Hoe vindt u de bediening? A. Zeer nichterig. B. Aan de nichterige kant. C. Erg mannelijk. D. Geen mening. E. Geen bediening. Ja, Frits heeft wel gelijk, want nu krijg je van die antwoorden die niet zeggen, weet je wel. Hoe vindt u het eten lekker? Nou, prima toch? Hoe vindt u de verlichting op de tast?
We zien wel wat eruit komt en we laten het zo. Maar wat ga je dan anders doen als je weet wat eruit komt, bedoel ik? Nou kijk, wij gaan ons vanavond lopen gedragen als een soort kruising tussen Anton Geesink en Henny Huisman. En als de mensen de bediening fantastisch vinden, dan nemen we nog 10 lessen extra macho gedrag bij meester Frits. Ja, en dan veranderen we de naam Restaurant in de Vlaamse Pot in Snackbar Ajax Feyenoord. Ja, maar als mensen het nou niks vinden, de bediening... Oh, nou, dan mag ons nu Luukje weer als een vrolijk vlindertje zo dartel om de tafeltjes fladderen. Alsof ik dat ooit gedaan heb, zeg. Nou, nee. Hé, maar hoe zit het dan met ons? Ik bedoel met het zingen. Tja, nou, als de mensen het leuk vinden, dat is mijn best. Tuurlijk vinden de mensen het leuk, hè. We hebben ook danspasjes en zo. Zo. Ja, mag ik van tevoren niet even iets zien voordat ik jullie loslaat op mijn fijn besnaarde gasten? Nou, wacht maar tot ik losgelaten word op jouw fijn besnaarde gasten. God, principe in de vers? Nee, helemaal niet. Nou, anders ik wel, zeg. De zenuwen gieren me door mijn keel. Heb jij ook waarom? Nou ja, jij hebt het makkelijk. Jij hoeft alleen maar een mooi liedje te zingen. Maar ik moet daar een beetje rondlopen, net alsof ik King Kong was. Nou ja, ik kan ook niet echt gaan lopen turnen, hoor, moet ik zeggen. Nee, waarom zit die jurk zo belachelijk strak? Ja, dat moet van Frits, anders doet hij niet mee. Nou, lijkt me niet echt comfortabel, zeg. Nou, val wel mee, hoor. Ik heb vanmiddag nog uitvoerig adem gehaald. Ja, kun je willen zingen, zo? Tuurlijk, met haar talenten. Oh ja? Heeft ze veel talent? Ja, hoor. Dolly Parton en Vanessa zijn er niks bij. Hey, 10 voor 9. We moeten zo fit. Nou, nee, ik voel me niet zo lekker. Laten we het maar gewoon... Nee, we nemen de tekst nog wel even door, hè. Liefde is diep als de oceaan, over de schip, ja, eenzaamheid van de gastloog. Dit formulier dat... Dat pleurt u nou straks daar in die doos met die gleuf, zal ik maar zeggen. Nou, en het is anoniem, dus u kunt invullen wat u wil. Hè? Dat lijkt me wel een buitenkantje. Zo, ogenblikje, kerel. Ik kom maar zo aan. Ik ga even die piepeltjes een stoel onder hun reet schuiven. Goedenavond. Zo. Ja, Rutsam. Zo, zal ik u daar even voor gaan naar de table? Hè? Follow me. En hier het is. Zo. Nou, en PSV is ook niet meer wat het geweest is, hè? SVP, dat is niks meer, hè? Smakelijk. Oh ja, die vreedkaart die pleur ik zo wel op tafel. Opgesodemd, Victor. Nou, zeg. Oh, 9:30, jongens. Jullie zijn. Oh jee. Kom op, Frits. Ik moet nog een beetje naar de wc. Kom op, jongens, zet hem op, hè. Ja, zet hem op. Jij eerst, hè? Ja, mannelijk. Ja, mannelijk. Ja. Oh, het kan nog koud zijn in zo'n keuken, zeg. Heren en andere wezens, uw aandacht voor een verdomd lollig optredentje van 2 verdomd leuke jonge mensen die een paar verdomd leuke liedjes voor jullie... één verdomd lollig liedje bedoel ik. Lijkt me verdomd lollig. Ja. Dames en heren, uw aandacht voor Dirk en Dirkje! Liefde is diep als de oceaan, waarover de scheepjes van eenzaamheid gaan. Jouw grasblauwe ogen, je blanke huid, ik zag je en zie
een droom die kwam uit. Al regent de tranen en heb ik geen jas. Ik denk dat ik nimmer gelukkiger was. Wat kan ik nog honger al weg bij de dood? Jouw ogen, mijn hand, je liefde, mijn brood. Jouw ogen, mijn mantel, je liefde, mijn brood. Ogen, mijn mantel, je liefde, mijn brood. Je ogen, mijn mantel, je liefde, mijn brood. Ogen. Goh, wat is dat macho gedoe vermoeiend, zeg. Ben ik even blij dat ik in mijn vrije tijd een nicht ben. Zo, dit is de laatste. Hoe is de stand, Mieke? Kijk hoor, nou, de meeste vragen waren nog algemeen. Hoe vond u het eten? 6 keer heel goed. Mm-hmm. 1 keer goed en 1 keer redelijk. No. Hoe vond u de verlichting? 5 keer geen mening, 2 keer goed en 1 keer aan. Ja, dat zal die lolbroek van tafel heen wel zijn. Tot nu toe in ieder geval geen probleem, maar nou komt het, hè? Ja, het uur van de waarheid. Ja, hoe vond u het optreden van Dirk en Dirkje? 2 keer belabberd, 1 keer alle belabberd, 1 keer redelijk en 4 diverse, maar die lees ik niet voor, want die zijn te schunnig. Uitstekend. We hebben verloren, godzijdank. Nou, wat zijn die diversen dan? Ja, voorlezen, vertellen hoe lekker, vreselijk, afschuwelijk slecht ze ons vonden. Nee, die gaan over hele andere dingen. Eén wil mijn telefoonnummer en die andere gaan allemaal over mijn jurk en zo. Dat zei ik toch? Daar gaat het om bij het gewone publiek met de kijkcijfers. Ik sluit me daar overigens van harte bij aan. Zo, nou, dat zangduo is in ieder geval geen succes. Daar gaan we dus niet mee door. Nee, met blijdschap geven wij kennis van het vroegtijdige overlijden van het zangduo Dirk en Dirkje. Geen bloemen, liever geld. Wacht jij maar, Kareltje. Mm. Hè? Nu komt het. Hoe vond u de bediening? Ja. 2 keer redelijk. 3 keer wat een engert of zoiets. Nee, met die zwarte krulletjes. 1 keer. En 1 keer mag ik zijn nummer. En 1 keer zie ommezijde. Wat staat er nou op die ommezijde? Ja, hier was dat. Waarom huren jullie niet een paar nichten in? Die zijn veel gezelliger in de omgang. Oh, dat is ook sterk, zeg. Dat is niet waar, laat zien. Hè? Hè? Verrek. Nou, dan zijn we daar ook uit, hè? Gaan we terug gewoon naar het oude. Iedereen doet gewoon weer zoals hij altijd deed. Hé, Kareltje? Ja, dat moet dan maar, ja. Mm. Wacht eens even, dat handschrift komt me wel heel erg bekend voor. Oh ja, laat eens zien. Nee, geef terug, Lucia. Oh. Wat doe je nou? Van de commotie ben ik helemaal vergeten te eten vanavond.